De Hollandse Delta. Land bedreigd door water. Leefbaar en veilig dankzij de strijd tegen dat water. Met dijkversterkingsprojecten zetten we die strijd voort en maken we onze dijken robuuster en veiliger. Zoals aan het Spui. Bijna nergens in de regio is water zo'n bedreiging als hier. Het Spui is namelijk de snelst stromende rivier van Nederland en ligt bovendien fors hoger dan de polder. Dit vereist zeer robuuste dijken. In goed overleg met de omgeving versterken we de dijken hier op verschillende manieren. Met onder meer steenbekleding, steunbermen en damwanden. Die damwanden zijn nodig als door bebouwing geen ruimte is om de dijk op een andere manier te versterken. Zoals in Nieuw-Beijerland. Daar drukken we de damwanden, die zo'n 3 ton wegen, op slechts 70 centimeter van de gevels de grond in. Zo'n 14 meter diep. Om schade zoals verzakkingen te voorkomen, doen we voortdurend metingen. Zo nodig nemen we maatregelen. Op andere plekken bouwen we steunbermen tegen de dijken aan. Bijvoorbeeld tussen Nieuw-Beijerland en Oud-Beijerland. Omdat de provinciale weg daar voor een deel vlak langs de dijk loopt, moeten we deze eerst verwijderen om ruimte te maken voor de steunberm. Als de steunberm af is, leggen we dit stuk weg terug, erbovenop. Waar golfslag en stroming de dijken kunnen verzwakken, leggen we er stenen overheen. Eerst brengen we op de dijk een laag stortstenen aan. De stortstenen vallen op een kunststof doek. Dit doek voorkomt dat golfslag het zand en de klei waaruit de dijk is opgebouwd wegspoelt. De volgende stap is het plaatsen van zetstenen. Ook die voeren we aan over water. Dat is efficiënt en zorgt voor minder overlast. We plaatsen de zetstenen op de stortstenen. Daarmee is de steenbekleding compleet en de dijk beschermd. De dijkversterking in de Hollandse Delta. Zo houden we het water buiten de deur en het land leefbaar en veilig. Ook voor de komende 50 jaar.